Dit is het tweede deel uit de serie van 2 over het onderwerp astronomie zonder telescoop. En in deze webles gaan we ons buigen over de vraag: hoe kan ik meten waar ik me bevind op de aarde? En dat is natuurlijk vooral vroeger, toen er nog geen GPS was, was dat een hele belangrijke vraag voor mensen die met schepen over de wereld gingen varen. Waar bevind ik me op de wereld? Om daarop een antwoord te geven, eerst even wat definities. Want hoe kun je überhaupt een plaats vastleggen op een aardbol? Nou, daar hebben ze afspraken over gemaakt. De aarde is verdeeld in een aantal zogenaamde lengtegraden. Dat zijn halve cirkels die van de Noordpool naar de Zuidpool lopen. En je kunt dan oosterlengte en westerlengte hebben. Oosterlengte, dan zit je ten oosten van een rode lijn, waar we het dadelijk over gaan hebben. En westerlengte, ten westen van die rode lijn. En al die halve cirkels worden ook wel meridianen genoemd. Naast lengtegraden bestaat er ook zoiets als breedtegraden. En de breedtegraad, die bestaan uit cirkels die steeds kleiner worden vanuit de evenaar richting de Noord- of de Zuidpool. En ga je naar de Noordpool, dan bevind je op noordenbreedte, ergens tussen 0 en 90 graden. En op de Zuidpool, richting Zuidpool, dan spreek je over zuidenbreedte. Nou, die cirkels worden ook al parallellen genoemd. Dus door de aarde te verdelen in meridianen en parallellen, kun je elk punt van de aarde benoemen. We gaan kijken hoe kunnen we nu bepalen op welke lengtegraad we ons bevinden en op welke breedtegraad we ons bevinden. En we beginnen met de laatste. En daarbij gebruik ik een plaatje die ook al in de eerste webles tevoorschijn is gekomen. Dat is namelijk dit plaatje. Waarbij is aangegeven met de rode pijl in welke richting je moet kijken om de poolster Polaris te kunnen zien. En wat blijkt het geval te zijn? In Nederland staat de poolster onder een hoek van 52 graden met de horizon, met het horizontale vlak. Als we nu eens verder gaan kijken, dan kunnen we zien dat er hier ook een hoek te vinden is. En die hoek heb ik eventjes X genoemd. En met behulp van vrij simpele wiskunderegeltjes kun je aantonen dat die hoek X eigenlijk altijd even groot is als die hoek A. Als je nu nog beter kijkt, en zeker ook het plaatje die we net hebben gezien erbij neemt, dan zul je inzien dat die hoek X eigenlijk niets anders is dan die breedtegraad die we net hebben gedefinieerd. En, als de X 0 graden is, dan bevind je op de evenaar. En bij een hoek van 90 graden bevind je op de Noordpool. En dan kom je tot een best aardige conclusie. Als de breedtegraad dus even groot is als die hoek waaronder je Polaris ziet staan, dan kun je dus op een hele eenvoudige manier de breedtegraad meten. Want het enige wat je dan hoeft te doen is te meten onder welke hoek met de horizon je de poolster kunt waarnemen. Ja, hoe vindt dat dan plaats? Nou, de poolster die moet je dan wel even kunnen herkennen aan de hemel. Het grote voordeel is dat wanneer je op het noordelijk halfrond bevindt, dat je ook altijd de poolster kunt zien. Als het natuurlijk helder weer is en nacht, dan is de poolster altijd zichtbaar. Op het zuidelijk halfrond dus nooit. En daar heb je andere trucjes voor. Om ongeveer hetzelfde te kunnen doen als op het noordelijk halfrond. Maar we beperken ons even tot het noordelijk halfrond. Dus je moet Polaris zien te vinden. En wat je dan doet, is met behulp van vrij eenvoudige meetapparatuur ga je de hoek meten tussen de horizon en de Polaris. En wanneer je die hoek hebt gemeten, dan heb je dus eigenlijk direct ook de breedtegraad gemeten. Dus het meten van de breedtegraad, dat is niet zo'n hele grote klus. En dat kon men al best een paar honderd jaar geleden al best goed. De lengtegraad meten is wat lastiger. Daar gaan we nu even naar kijken. Want om de lengtegraad te bepalen, is het van belang om een bepaald tijdstip te meten. Namelijk het tijdstip dat de zon precies in het zuiden te vinden is en ook op zijn hoogst staat. En ik moet er wel bij zeggen, in het zuiden te vinden is ook hier weer wanneer je op het noordelijk halfrond bevindt. Wanneer de zon op het hoogste punt staat van zijn baan, dan is het eigenlijk per definitie 12 uur 's middags. Dit moeten we natuurlijk even verduidelijken. En dat gaan we doen aan de hand van een volgend plaatje waarbij we eigenlijk vanuit de zon richting de aarde kijken. Dus stel je voor dat jij de zon bent. Je kijkt nu naar de helverlichte kant van de aarde. En wanneer een persoon zich bevindt op die stippenlijn, dan staat de zon recht in het zuiden wanneer je op noordelijk halfrond staat. En dan is het dus precies 12 uur 's middags. Je kunt ook meteen wat conclusies trekken als je dit plaatje zo ziet bewegen. Want sta je dus ten oosten van die stippenlijn, dan is het al middag geweest. Dan is het al 12 uur geweest, dan is het dus in de middag. Bevind je je ten westen van die stippenlijn, dan is het nog ochtend. En een tweede conclusie die je kunt trekken als je dit plaatje zo ziet bewegen, is dat dus voor elke lengtegraad op aarde er een andere tijd is. Elk plekje heeft zijn eigen tijd in principe. Dat is op een gegeven moment hebben ze dat veranderd door te gaan werken met tijdzones. Maar vroeger, toen er nog geen tijdzones waren, was het op elk punt van de aarde op een ander moment 12 uur 's middags. Dus elke stad had ook zijn eigen klok. En veel grote steden, zeker in Europa, hadden dan ook hun eigen waarnemingen, waarmee ze hun eigen klokken altijd goed zetten, waarbij dus ook elke stad een andere tijd had. Hiermee kun je ook rekenen, want de aarde draait in ongeveer 24 uur een rondje. En dat houdt dus in dat wanneer je 15 graden meer dan het oosten bevindt, dat er dan een uur eerder 12 uur 's middags is. En dit is best een aardige manier om de tijd te meten. Alleen we hebben één groot probleem. En dat hangt echt samen met die lengtegraden, met die meridianen. Want die lopen allemaal van de Noord naar de Zuidpool, zijn allemaal een halve cirkel groot. En eigenlijk is er geen enkele lengtegraad die opvalt. Wat er eigenlijk moet gebeuren is dat de mens dan moet afspreken, mensen onderling moeten afspreken. Nou, we gaan deze lengtegraad, deze gaan we 0 noemen. En dat is ooit gedaan, na veel bekvechten trouwens. Er is ook een tijd geweest dat er heel veel 0 meridianen waren, dat elk land ook weer zijn eigen 0 meridiaan had. Uiteindelijk is afgesproken in 1884 dat de 0 meridiaan ligt door Londen heen, en om precies te zeggen door de sterrenwacht van Londen, Greenwich, en dat die lijn, die denkbeeldige lijn die daar doorheen loopt, dat de enige echte 0 meridiaan is. En alle tijden op de wereld die zijn dus ook afgeleid aan de hand van de tijd van die 0 meridiaan. En de afkorting ken je misschien wel, dat is GMT, Greenwich Mean Time. Eén ding had men nu nog nodig om goed metingen te kunnen doen aan die lengtegraden. Want je wil dus de tijd weten die het is in Londen. En om dat te kunnen doen heb je een hele goede klok nodig. En wat was het probleem? Een paar honderd jaar geleden had men geen goede betrouwbare klokken. Er waren wel betrouwbare klokken, maar die werkten allemaal met de slinger. En het vervelende was, als je zo'n klok op een slingerend schip ging installeren, dat zo'n klok al heel snel van het padje af was en niet meer de goede tijd aangaf. Dus men had nodig, om te kunnen meten aan de lengtegraden, had men een hele goede klok nodig. En die moest nog gebouwd worden. En die is gebouwd door meneer Harrison in het jaar 1761. Toen kwam hij met zijn prototype van... Als je naar de naam kijkt, dan zou je zeggen zijn vierde klok, de H4. En deze H4, dat was al een klok die al praktisch genoeg was om mee te nemen op een schip. En die bleek enorm nauwkeurig te zijn. Na een zeetocht op en neer over de Atlantische Oceaan had hij een afwijking van slechts 5 seconden. Dus toen Harrison zijn klokken had gebouwd, toen werd het mogelijk om inderdaad de tijd van Engeland te weten, ongeacht waar je je bevindt op de wereld. En op het moment dat die klokken, je ziet daaronder al een wat handzamer formaatje, en echt een zakhorloge. Op het moment dat die klokken gemaakt konden worden, kon men dus ook pas nauwkeurig de lengtegraad bepalen. En omdat een breedtegraad ook mogelijk was, kon je dus ook zo nauwkeurig bepalen waar op de wereld je je bevond. Maar ja, hoe bereken je dan die lengtegraad? En dat wil ik je laten zien tot slot met een rekenvoorbeeld. En bij dat rekenvoorbeeld hebben we één ding nodig, namelijk een nauwkeurige klok waarop je kunt zien hoe laat het is in Greenwich. En wat ga je dan doen? Je bevindt je ergens op de wereld, je gaat meten aan de zon, je gaat meten wanneer de zon precies in het zuiden en precies op het hoogste punt van zijn baan is. En op dat moment weet je dat het op jouw locatie 12 uur 's middags is. Jij gaat snel kijken hoe laat het op dat moment is in Greenwich, op die klok van jou. Nou, stel nu dat op het moment dat de zon bij jou op het hoogste punt is, dat het in Engeland 10 uur 's ochtends is, dan weet je dus dat je 2 uur voorloopt op de tijd van Greenwich. En als je even het plaatje van een paar minuten geleden voor ogen houdt, als je 2 uur voorloopt, dan bevind je dus ten oosten van Greenwich. En elk uur was 15 graden als je kijkt naar de lengtegraden. Dus je bevindt je ten oosten van Greenwich op 30 graden afstand. Oftewel, jouw lengtegraad bedraagt dan 30 graden oosterlengte.